Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon... hoe heet het ook alweer? Glow Incarnate, Cage Lock met Sandering van Gaming SB. Ja, ik haat het wanneer ze dat doen, weet je. Dat haat ik gewoon. Ja, dat ze het verkeerd bezorgd hebben. Ja, dat, dan denk ik, weet je, prima als je... Weet je, prima als ik niet thuis ben dat je dan wel wil bezorgen en zo. Maar doe het dan gewoon op zo'n punt, weet je wel. En niet bij de buren. Want nu heb jij dus een intro momentje gekregen. Ja, niet? Mijn intro momentje is zeg maar mijn haren. Dit is de eerste game video met deze haren. En heel veel mensen hebben het waarschijnlijk nog niet gezien. Wow... De enige manier je het gezien kan hebben... Ik heb het ook nog niet gezien. Nee, daarom. Dus eindelijk is er iets op mijn beeldscherm te zien wat jij niet hebt gezien. Nu is het voor de eerste keer het andersom. Jij weet wel wat er op mijn scherm gebeurt, maar... Ja. Oké. Ik heb dus zo'n Latios trouwens. Ik heb een Latios. Lekker ring. Heb jij ook een Latios? Of ja. Een Latios? Nee, we hebben allebei... We spelen Glow and Garnet, hè? Dus dat is dezelfde game. Oh ja, tuurlijk. Ik heb geen idee meer wat er gaande is, maar gaat lekker. Nou, dat is lastig. Bij ons, ik denk dat het gewoon 2 maanden geleden is dat we voor het laatst hebben opgenomen. Ja, want eerst was... Hey, gaming? Dat is cool, dat ken ik. Eerst was jij op vakantie. Mm-hmm. 3 weken. Ja. Ongeveer. En toen was ik 2,5 week op vakantie. En daartussen zat een week. Maar ja, daar ging... Jij kwam net terug en ik... ging net, dus dat is net eventjes irritant met opnemen en zo. Dus er is een lange tijd heeft ertussen gezeten. Zee. Maar we zijn weer terug. Ik weet dat we een cage lock doen, dat weet ik nog. En daar houdt het een beetje bij op. De level cap is 50. We hadden afgesproken dat Mega Evolution eerste perk moest winnen, toch? Ja, we hadden dat afgesproken. En dat was een aparte perk of was dat gewoon health item? Nee, dat is health item perk. Oké. Ja, nee. Ik weet eigenlijk niet eens of ik nog perks heb. Ik ga jou toch ook niet endeavoren, gozer? Waarom eigenlijk niet? Je gaat ondertussen kijken wat de perks zijn, ja? Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Endeavor. Oh ja, ik kan dat natuurlijk met iedereen. Maar dat kan maar 5 keer of zo, toch? Dus ik moet gewoon stallen. Ik schijn een shiny Azumarill te hebben met een TM-perk. Jij hebt een shiny Spinda met TM-perk. En een shiny Crobat met een revive. Oké. Met een revive. Hoeveel staat het? Het staat 2-4 voor jou. Oh, dat is nieuw. Ja. Okay. Tsunami, let's go. Want het is zo mijn cargo fest. Ik heb liever een Calmy Slug, maar goed. My cargo fest. Jij bent zeker zo'n funny guy. Ik heb de Lolling Brooking aangedaan. De Lolling Brooking? Kut. Voor de mensen die... ik heb wel geheeld. Voor de mensen die niet zo goed zijn in Engels, dat is dus Lolbroek. Wow. Ja. Dit was hartstikke fijn, dom, want mijn cargo is dus zo'n fire en rock type. En he go fast. Die had me gewoon dood kunnen maken. Hè? Het had gekund, maar hij deed niet. Hij deed een goede poging. Hoe durft hij te endeavoren? Sanda, endeavored mij ook al. Wat is dit? Klote vogel. Ja, echt jongen. Acrobatics op je Breloombakkes. Als een bakkes van een Breloom. Ja. Hoe durft hij het op zijn Breloombakkes te doen? Maar hoe is het met mijn boy? Het gaat goed met je boy. Hoe gaat het met mijn boy? Goed, fresh. Hello fresh van vakantie. Oké, okay. Nice. Ja, dat. Ja. Niet heel bijzonders. Ik wil het in de aflevering niet benoemen, maar ik wil het wel... vaag een beetje over hebben. Ik ben dus super enthousiast over
ons nieuw projectje, zeg maar. Als in van een gezamenlijk project met z'n allen. Ja, en ik wil als het kanaal straks 12 jaar is geworden, dat is 28 oktober, wil ik een soort trailer droppen. En, maar ik ben dus volop in de voorbereiding en het is echt heel leuk. Cool, nice. Ja, dat is. Ik vind het leuk om daar een deel van uit te maken. Ik zal je trouwens. Waarschijnlijk, je weet het natuurlijk niet helemaal zeker. Jawel, ik denk wel dat je het leuk vindt. Er is trouwens een zesde deelnemer waar alleen Jordi van weet. Harm. Ja. Dit was easy. Ik weet alleen niet wat we moeten doen eigenlijk. Moet ik hierin? Moet je niet naar de contesthal? Of naar de boot daar? Linksonder in de. Nee. Linksonder in het. Linksonder. Stadje. Oh, bij die. Nee, dit is rechts. Nee. Ja, links onderin. Nee. Naar beneden. En naar links. Is daar heb je de contesthal. En als je nog verder naar links onder gaat straks, daar heb je die boot. Boot. Een bootcruise? Daar ja. Volgens mij moet je daar. Dat is heel nadelig dat ik nu voorop loop. Ah, ja. Ik weet niet wat we moeten doen. Nevermind, jij weet het ook niet. dat kwam heel erg uit, zo bedoel ik het niet. Ja, het lastige is dat Ruby en Sapphire anders is dan Emerald. En ik heb meer Emerald gespeeld dan Ruby en Sapphire. Dus dat maakt het wel eens lastig. Ik denk, je was al bij de contest al naar binnen geweest? Ja, maar daar gebeurde niks volgens mij. Hier is ergens zo'n Wilmer, toch? Als ja, boven. Surfen. Ja, moet je dat niet doen nu? Nee, want dat moeten we eerst een lok. Volgens mij moeten we dan naar Slateport. Nee, kijk, hier kunnen we erin. Ja, maar daar word je tegengehouden. Overigens, dus, ik hoop dat je nog geen Pokémon bent tegengekomen. Want oh ja, trouwens, het is wel een cage lock, alleen met shinies natuurlijk. ik zat te denken, hoezo hoop je dat ik geen Pokémon... Wil je mij geen encounter of zo? Nee, ik dacht meer dat je een per ongeluk had geskipt. Maar je moet als het goed is naar Slateport en dan naar de boot. Maar ik... Oh jee. Dat is met dive en zo, maar dat kan ik... Nee, kan vliegen naar Slateport. Kan ik al? Oh! Ik ben ultra dom. Ultra Sun and Moon en dom. Kunnen we al flying? Ja, we kunnen al flying. We hebben de TM voor flying gekregen net voor de zesde gym. Ja. Nee, ik kan ook echt niks aan. Zal ik voor de zekerheid eventjes item take. Dan kan het niet fout gaan. Nou moet je dat wel heel bewust mega evolven, maar je weet... Ja, blijkbaar moet je hier nog niet tellen. Je moet even denken waar je dan naartoe moet. Ja, ik ga nu flying mom oproepen. Wingo, heeft die flying? Je party is vuld. Nee, maar... Doe ik op withdraw, dat is niet handig. Heb ik een Wingo? Ik dacht dat ik geen Wingo had. Waarom heb ik dan... Heb je niet later nog een Wingo gevangen? Dat zou best kunnen, ik weet het ook. Het is ook allemaal zo ingewikkeld als het 2 maanden geleden is. Dat klopt. Nee, oprecht. Dat is oprecht wel een dingetje. Maar goed, we zijn er. Ja, maar ik zei... Heb wel mijn... Oké, ja, ik heb wel mijn intro momentje uitgezet, of nou ja. Ik moet alleen even kijken, we moeten er nog iets voor doen. Even kijken voor wat het ook is. Ja, want net deed hij het niet. Shit. Ja, zie je, je moet hier eerst naartoe lopen. Ik kan niks. Ik ben niet ver genoeg doorgelopen. Je moet ook echt helemaal tot het eind lopen, dat je denkt van... Oh ja, maar hier was het niet. En dan... Oh, toch wel.
wat is het ook voor bullshit, jongens. Niemand heeft hier toch zin in. Dat klopt. Ik kan me dit ook helemaal niet herinneren dat dit moest, maar oké. Okay. Ik ga voor even speeding up. Wow, joh, je doet speed up, hè? Ja, dit boeit al niemand, joh. Echt iedereen hoopt dat dit over is, zo snel mogelijk. Dat is waar. Zo. Ik ben alweer klaar. Ja, ik kan me echt niet herinneren dat dit de bedoeling is dat je dit moet doen. Dus ik twijfel nu heel erg. Nee, dat klopt wel. Vast, want we triggerden wel een cutscene, man. Slating the port in? Je zei toch naar sleepport of zo? Oh, natuurlijk! Oh, ik ben zo dom. We moeten eerst Mount Pyre doen. We hebben heel Mount Pyre overgeslagen. Oh. Ja, ik weet niet wat we voor het laatst gedaan hebben. Ja, niet Mount Pyre. Daar moeten we eerst nog eens even een shiny Pokémon gaan vangen. Ik zit even kijken, heb ik genoeg honing? Oh, dat is die wat lijkt op een Pokémon Tower. Op de Pokémon Tower. Ja, op zich, ja. I accept. Ik weet het weer. Ik weet het weer. Nee. Ik moet eerst even honing kopen. Hey, ik heb een shiny Marowak trouwens. Ik heb Water types. En ik heb een Shuppet. Waarom heb ik Shuppet niet? Oh wacht, dit is het museum. Dan ben ik te ver doorgelopen. Ja, kut. Hier moet ik zijn. Door het grass heen? Ik weet ook niet of ik hier een encounter heb. Dat weet ik ook niet. Misschien dat dit wel die orders was. Ja, volgens mij wel. Oh, heb jij een Shuppet? Ja. Ja, dan moet het een Shuppet zijn, want die heb je nog niet eerder kunnen vangen. Max Rapple? Yo, dat is van die steeltje, toch? Rapple steeltje. Ja. Repel steeltje. Repel steeltje, ja, dat is... Ja, zie je wel. Ik weet wat shit. En dan hier zo, en dan zo. Oeh, ja, je bent goed bezig, Sander. Ja, zie je, dit lijkt echt wel een beetje op. De Skull, die is wel vet. Weten we zeker dat we hier nog niet geweest zijn? Ja. Of moet je eerst naar Lilycove om hier naartoe te kunnen? Ik weet niet of per se of je daar eerst naartoe moet. Ik denk het eerlijk gezegd wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik weet zeker dat we het nog niet gedaan hebben. Dat weet ik wel zeker. Nee, als jij zeker weet dat we het nog niet gedaan hebben. Ik zag namelijk Mr. Sherpet en toen dacht ik... Ah, straks doe ik doops. Nee, niet doops. Dat is niet hoe doops werkt. Heb ik nog Sweet Sand eigenlijk? Volgens mij had ik daar een aparte Pokémon voor. Ik heb geen zin om... Masquerain, toch? Die heb je bij je, toch? Ja. Oh, dat is handig. Ik ga ook gewoon naast een man staan, dat hij ook bevochten wordt door allemaal Pokémon. Hij is een cutie guy, hè? En ik ben nu aan het hunting. Dat geloof. Dus ik mag nu speeding up in. Eigenlijk is dit dan toch ook een nieuwe route, of niet? Dat weet ik niet. Moona? Maar die bestond nog niet in deze game. Oh jawel, wacht, dat is Jeff 5. Nevermind, ik heb niks gezegd. Hoezo? Oh ja, ik deed zo. Crazying. Ik wil eigenlijk helemaal geen Moona. Ja, straks is hij weer reflect type of wat, hoe dat ook heet. Ik hoor een beetje zalt, Sander. Ik hoor een beetje zalt. Ja, je hebt niet gezegd dat we zonder zalt deden. Mag ik een tipje geven? Volgens mij is er, als je zometeen bovenop Mount Pyre, dat is nog steeds Mount Pyre, maar kan je wel andere Pokémon vangen. Oh, kut. Dus. Kom je nu mee? Nee, bedankt voor de tip. Wow, kijk snel dat ik het heb gezegd en meteen krijg ik haat. Ik had stiekem gehoopt dat tijdens jouw vakantie de haat weg zou gaan, maar het is er nog steeds. Ik zei nog heel lief de naam van, nee, grapje, ik waardeer de hint. Ja. Maar dat wordt niet geluisterd. Oh, Sableye neer, bro! Over het waarderen van hints gesproken, heb je die Wie is de Mol gekeken?
Ja. Ik vond hem erg leuk. Ja, ik ook. Ik hoop dat ze, dat ze dezelfde richting gaan met... Ik ook. Mag ik weer een tipje geven? Volgens mij ga je nu niet goed. Ik weet niet hoe deze game werkt. Links onderin als het dus. Ik weet niet. Dat is ook dat is weer anders in de nieuwere games dan in de originele games. Crazying, dat is het enige wat ik erop te zeggen. Dus ik moet straks even kijken. Oh nee, zie je? In de originele games is het meteen links onderin. Maar hier dus blijkbaar niet. Nee, maar ja, ik vond het superleuk. Ik hoop dat ze die directie blijven volgen, zeg maar. Ja. Ja, ik vond het super vet. Ik vond het ook erg leuk. Ik heb vond alleen de aflevering een beetje kort en ik moest heel erg wennen dat niet aan het einde van de aflevering een persoon eruit ging. Yep. Maar op zich, als het consistent elke keer aan het begin was geweest, had ik er minder moeite mee gehad, denk ik. Snap je wat ik bedoel? Oké, ja. Ik denk dat het kwam nu ook omdat het heel erg schommelde. De ene keer was het midden in de aflevering, dan was het aan het eind, dan was het aan het begin. Daar kan mijn autistenbraantje gewoon niet tegen of zo. Ik wil één vast ritme hebben. In dat opzicht. Oh, ja, ik had niet zoveel moeite mee als ik eerlijk ben. Oh ja, je bent niet goed gegaan. Maar dit is wel cute. Want ik heb Shadow Ball. Dat is een goede TM voor mijn Shuppet. Dat is waar. Die was gepland trouwens, die was gepland. Dat dacht ik wel. Gepland? Dat is Engels. Medichamite. Oké, ik kan een Medicham krijgen trouwens. Maar ik kon hier ook iets doen, dus misschien moet ik hier niet. Dit is ja. Buiten. Ja, ik ga goed. Ik ben zo goed, hè. Is dit ook nog maar een paar, zei je? Ja, dit is ook maar een paar. Dat is heel fijn. Dat is zo lief, hè, dat je zo'n hint geeft. Dat is echt cutie guying van je. Ik snap wel dat jij vriendin hebt, zeg maar. Oh. Wow. Dat wat? Nee, cool. De O was... Nee, de O was om de dat het allemaal shippers waren. Dat nee, was dat niet... weet ik. Dat weet ik. Oké. Het kwam er heel lullig uit. Oh, wacht. Zo kwam het eruit. Oh, allemaal full pixels. Dat zijn geen halve pixels, dat kan ik je wel vertellen. Full pixels. Ik weet ook hem gaan. Oh nee, ik deed een team. Een Inazuma 11 team. Met Steve en zo. Nee, met losers en zo? Ja, met Steve deed ik wel, maar die heb ik functie elders gegeven. Dat weet ik nog, want ik zag dat ik dat als intro momentje had. Toen ik de file overwrite. Hoezo ben ik zo snel? Of is dat aan mij? Jij bent zo'n speedy Gonzales ding. Nou, meestal dus juist niet eigenlijk. Nee, maar ik liep ook drie keer in de trainer, wat niet helemaal de bedoeling was. Ik weet ook niet, wat is de level cap, weet je dat? 50. En hoe lang duurt dat nog? Nog best wel eventjes, want we... Hey, Medicham. Hey, je hebt net een Medichamite gevangen. Dit is eigenlijk best wel heel fijn. Ja, heel fijn, inderdaad. Nou. Ja, maar het is wel. Relax incense. Relax incense? Relax. De kleine munchlax breed, hè. Sander, ik word gepest door deze Shuppet. Shuppet, doe niet, anders mag je nablijven. Oh, dat kan jij nu zeggen, ja. Dat is wel cool. Ik heb de recht om dat te zeggen. Niet Shadow Ball pakken, please. Oh. Ah, oh, toch wel. Nee, oké. Nee, dan weet ik ook heel jij. Hij doet het toch. Volgens mij heeft mijn shiny Medicham wel weinig slaap gehad. Als is het een moe buitje? Kijk, hij heeft helemaal wallen onder zijn hele ogen zijn zwart, zoveel wallen.
Wojo. Ik kan niet goed zien. Van veraf kan je het niet goed zien, maar van dichtbij zie je echt al die hele wallen. Hij heeft heel Amsterdam is er niks meer. Wij zijn zo als je, Mario. Als je zo'n lijn hebt. Yeah. Wij zijn zulke pants, wij. Wij zijn wel van die pants. Sander, weet je wat leuk is? Nou. Ik zie jou gewoon dus zaterdag. Zaterdag? We gaan toch naar jullie? Maat. Jezus, ik zat te denken van... Wacht even. Ik was helemaal in de war. Ik was helemaal in de war. Goed om jij weer woon jij te in zien. Oekraïne? Alvast, nu. Wat? Woon jij in Oekraïne? Die grap kun je niet maken, vind ik. Oh. Maar okay, dat is mijn mening, hè. Dat is mijn mening. Oh, nee. Maat. Ik haat mezelf. Want ik heb... Yo, is dit een Paris? Want ik heb geen pokeballen gekocht. Ik kan hem niet verzwakken. Of hij moet enduren, maar dat durf ik niet aan. Ik heb een... Oh. Niet... Jongens, dit bewijst maar weer. Zeg nooit voor kaboom in. Dat kan tegen je gebruikt worden. And we don't want it to be tegen you gebruiking. Trouwens, Milan. Ja. Yeah. Ik heb zo'n tweede bord gemaakt, hè, van een onzichtbaar bordspel. Oeh. Dus wie weet, binnenkort opnames ervoor. Oeh, oké, okay, interessant. Ik moet nog even kijken wie mee wil doen. Maar... Kijk, in principe heb ik zoiets. Eerst de mensen die nog niet mee hebben gedaan. Ja, dat snap ik wel. En als er nog een plekje over is, dan hoor ik het wel. Ja, precies. Wie is moe in... Nee, dat is niet, nee, dat is niet leuk. Wie is meditatiegekte? Inazuma 11 Lead. Dat is het laatste wat ik opgezocht heb van hun. Inazuma 11 Anime. Ik wil gewoon een lijst met karakters. Hoe moeilijk is het? Heel moeilijk. List of characters. Search. Kom op. Oké, wacht. Ah, kijk, dit is Sean Frost, Nelly, Bob. Waarom heb je niet gewoon... Oh, ja. Hey, Shuppet, maar die heb ik al. Waarom ken ik de helft hiervan niet? Oké. Austin? Nee, die is niet heel chill. Hoe heet die trainster? Ik kan ook die mannelijke trainer doen, maar ik weet ook niet hoe die heet. Vincent. Nee, volgens mij niet. Coach. Waarom krijg ik dan de Japanse naam? Ik wil niet de Japanse namen. Hey hoi, hey hoi. Dit is niet... Coach. Als ik gewoon coach opzoek. Coach. Hmm.
Weer een shuppen, maar die heb ik al. Sandring. Ja, dat is klote zo. Hoezo is het zo moeilijk om de normale naam van die coaches te vinden? Omdat... Dat ga ik niet zeggen. Ik weet al wat je wel gaat zeggen. Wow. Zit je weer zo te zeiken met al je Inazuma haat? Ja, dat ben ik. Oh, wacht. Oké, Reddit gaat me helpen. Godverdomme, ook Japanse namen. Waarom kan niemand... Nou... Voor een van schitterend voetbal. Top 5 coaches. Dat moet goed zijn, toch? Weer! Oké, maar wacht. Misschien kan ik... Oké, ik ga hem gewoon doen. Ik ben er klaar mee. Hoe heet hij in het... Seymour Hillman. Hoe ben ik zo dom? Ik noem Hillman. Want hij is chill. Hillman met dubbel L. Dat is wel crazy. Sorry jongens dat mijn scherm zo saai was. Ik had net zo goed mijn intro momentje erop kunnen laten zetten. Ik ben al 3 keer een shiny shipper tegengekomen. Ja, daarom. Die heb ik, hè. Ik wil eigenlijk wel de aflevering beëindigen. Nou. Bedankt allemaal voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We zijn weer terug. Ik vind het leuk. En ik heb aan Sander voor de volgende aflevering een spannende vraag. Tot de volgende keer. Adios, amigos.